RTMS staat voor Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, oftewel herhaalde magnetische hersenstimulatie. De RTMS-behandeling wordt toegepast op volwassenen ouder dan 18 jaar die last hebben van een depressie. Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat na gemiddeld 20 behandelsessies in combinatie met gesprekstherapie 78% van onze cliënten goed reageren op deze behandeling. Voorafgaande aan de behandeling vindt er een intake, slaaponderzoek en QEEG-onderzoek plaats. Tijdens de intake worden de klachten van de cliënt in kaart gebracht. De cliënt krijgt zelf rapportagevragenlijsten mee die hij of zij thuis invult. Daarnaast krijgt de cliënt een slaaphorloge dat de fysieke activiteit, licht en slaap registreert. Deze drie factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan en in stand houden van een depressie. Tijdens dit onderzoek wordt er gezocht naar indicaties van slaapproblemen. Het kan zijn dat er indicaties gevonden worden die een andere behandeling dan de RTMS-behandeling vereisen. In dat geval wordt er een doorverwijzing of andere behandeling overwogen. Het QEEG-onderzoek is een meting van de hersenactiviteit. Tijdens deze meting voert de cliënt een aantal testen uit. Uit de metingen komen gegevens van de cliënt die vergeleken kunnen worden met eerder afgenomen QEEG-onderzoeken van mensen van dezelfde leeftijdsgroep en geslacht. Zodra het QEEG-onderzoek afgerond is, worden de gegevens geanalyseerd en een onderzoeksrapport gegenereerd. Dit rapport wordt in het team besproken en geïnterpreteerd. Tijdens een RTMS-behandeling wordt een spoel op een specifieke locatie op het hoofd van de cliënt geplaatst. De spoel genereert magnetische pulsen. Deze pulsen kunnen, doordat ze sterk magnetisch zijn, bepaalde delen van de hersenen stimuleren. Hierdoor wordt de communicatie tussen verschillende hersengebieden verbeterd, waardoor depressieve klachten afnemen. De behandelsessie begint met een kort gesprek waarin de periode tussen de huidige en afgelopen sessie wordt behandeld. Vervolgens gaat de cliënt op de stoel zitten en wordt de spoel op de juiste locatie geplaatst. Afhankelijk van het behandelprotocol volgt er een programma van pulsen dat varieert tussen de 20 en 30 minuten. Tijdens de RTMS-behandeling krijgt de cliënt gesprekstherapie. Uit onderzoek is gebleken dat gesprekstherapie de werking van de RTMS-behandeling versterkt. Om de 5 behandelsessies wordt een vragenlijst afgenomen om te meten wat het effect is van de RTMS-behandeling. Gemiddeld genomen worden na 8 tot 12 sessies de eerste effecten bemerkt door cliënten. RTMS kan toegepast worden zonder gebruik van antidepressiva of kan zelfs werken bij cliënten die geheel niet reageren op medicatie. Ook kan RTMS-therapie een goede aanvulling zijn voor mensen die de antidepressieve medicatie willen afbouwen om daarmee terugval te voorkomen. Klik op een van de behandelmethoden voor een herhaling van het filmpje.